Morning, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en wij hebben best wel een beetje uitgeslapen omdat Dan gisteravond de WK-finale heeft gekeken. Ik deed een poging tot kijken, ik heb de eerste helft gezien en 10 minuten van de tweede helft heb ik in slaap gevallen. Ik zie hier een plukje haar, dat is niet helemaal nice. Dus om 9:30 of zo werden wij wakker. Best wel laat voor ons doen. Maar ja, hoe lang ging jij slapen? 2 uur of zo? 2 uur en ik was op het eind nog wel wakker geworden met de penalties. En daarna ben ik gewoon weer gaan slapen. En nu gaan we lekker ontbijten. Dan is nog steeds ziek, maar we hebben net weer een coronatest gedaan. En hij is weer negatief, dus ja, hij mag wel gewoon naar buiten om te eten. Dus we gaan even lekker bij Barboa eten. Moet ik ook even wat voor Jill ophalen. Dus dat komt goed uit. We hebben een platte voorband. Nou, daar gaat ons idee om naar Barboa te gaan. Ja, ik zou even eraf stappen, want hij is wel echt plat. Oh, hij is beslagen. Dat is top. Nou, we zijn maar even naar Smokies gelopen om hier een shake te nemen als ontbijt. Want we wisten ook niet wat we wilden bestellen. En we hadden ons helemaal klaargemaakt om maar eens te gaan eten. Dus we zijn hierheen gelopen. Daar zijn onze monster shakes. Good luck. We hebben net bandmietjes geluncht bij Bambi&Beans. Waar we eerst heel vaak heen gingen. Nu eigenlijk niet meer zo vaak heen gingen. Maar het smaakte weer echt goed. En daarnaast staat een saté-tentje. Die we elke keer al zagen, maar eigenlijk nooit hebben gehaald. En nu hebben we eindelijk saté gehaald. En dus kipsaté's hebben ook varken, maar ik ben niet zo van de varken. En dan met rijstcakes. Kijk, wacht. En dat zijn dus gewoon een soort van geknipte stukjes sticky rice. En het is echt super lekker. En het kost echt helemaal niks. Nou, we are back in the house. Het was echt heel heet. We moesten lopen, want de scooter was nog steeds niet terug. De meneer heeft hem ondertussen wel opgehaald. Dus hij staat hier niet meer. Dus ik hoop dat hij vandaag terugkomt. En ik hoop eigenlijk ook wel voor het avondeten. Dat zou chill zijn. En het is vandaag 19 december. En dat betekent tijd voor een cadeautje. Het is echt een heel groot cadeau. Dit was het grootste cadeau dat erin zat. Volgens mij. Ja. En het is ook niet licht. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Even kijken. Ik moet het even maken. Oh, dit is leuk. Ik wilde dit oprecht. Ik had dit gestuurd. Volgens mij naar Gina of naar mijn moeder. Van wil je dit voor me bestellen en meenemen op bol.com. Maar ik weet niet zeker of ik dat uiteindelijk had gestuurd of niet. Maar dit is een adventskalender met allemaal thee. Dit is echt heel erg leuk. Oh, ik zie dat mijn batterij leeg is, dus ik moet snel praten. Maar dit is dus gewoon een adventkalender van Pickwick. Ik weet niet of ik hem zo kan openmaken. Oh, er zit hier een plakband. Oké, ik hoop dat mijn camera het blijft doen. En dit is hoe hij eruit ziet. Dit is echt super leuk. Alleen, ik kan natuurlijk nu niet vanaf 1 beginnen. Maar ik ga gewoon random openmaken en dan theetjes drinken. En ik ruik al helemaal al die kruiden erin. Dit is echt super leuk. Echt heel nice. Luke, who is back? En ik hoop dat hij nu goed is. Volgens mij zit er een ander wiel onder. Nou, we gaan het zien. We hebben net een paar uur lang. Hoe lang denk ik? 3 uur? Nou, 2,5. 2,5 hebben we een online escape room gedaan. Oh, mijn camera is nog steeds leeg. Dat was ik alweer vergeten. Maar ja, online escape room was super leuk. En nu gaan we lekker avondeten bij Pit Fire. Heet het volgens mij. En ze hebben burgers. En we zijn er nog nooit geweest, maar daar wilden we nog heen. Lukt het? Ja. Dus we gaan lekker op pad voor avondeten. Heerlijk. En de lucht is alweer helemaal een beetje roze aan het worden. Omdat de zon zo meteen ondergaat. So pretty. Dit ziet er heel erg lekker uit. En leuk ook het logo zo hier op de bovenkant. Pitfire. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En wij gaan een tweede poging doen om naar Barboa te gaan. Oh, ik heb die camera nog steeds niet opgeladen. Ik ga hem nu in de oplader leggen. Tweede poging. De scooter staat er weer, dus het moet nu lukken. We zijn on the hunt voor smeerseltjes of kaasjes met een stokbroodje. En we hebben net een stokbroodje gehaald bij Acme, heet het. En we zagen dat het brood bij Barboa daar vandaan kwam. En het brood bij Barboa is super lekker. Dus daar hebben we net stokbrood gehaald. We wilden vanavond weer een film kijken. Dat doen we eigenlijk bijna elke avond nu. En dachten we, misschien is het leuk om een keer een lekker stokbroodje erbij te eten. Dus we gaan nu even naar de supermarkt. We waren net al bij een soort van speciaalwinkel geweest. Maar daar hadden ze niet echt
pretzels. Dus we gaan nu maar gewoon naar de supermarkt. Daar hadden we gisteren wel wat dingetjes gezien. En dan moeten we dat maar gewoon proberen. Inmiddels zijn we al eventjes verder, maar het is ons gelukt om kruidenboter te vinden. Oprecht, het is gewoon echt moeilijk om dat niet te vinden. En we hebben lekker dat verse stokbrood gehaald. En we zijn hier helemaal een escape room aan het spelen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar zijn al, hoe lang zijn we al bezig? Ja, echt al. 2 uur of zo. Ja. En we hebben hier allemaal aantekeningen. En we zijn helemaal lekker bezig. We zijn bij het eerste checkpoint. Hoe lang verder? Het is, nou, het is nu 7:30, maar we waren er al wel eventjes geleden. Drie en een half. Ja, ik denk echt gewoon dat we 3 uur over hebben gedaan. Dus dat dat ding 3 tot 12 uur zou duren? 4 tot 12 uur plezier voor het hele ding. Ja, en dit was alleen deel 1. Maar ik weet niet hoeveel delen er zijn. Maar ik weet dus niet of dit halverwege deel 1 is. Nee, dat weet ik ook niet. Of halverwege de... Want als we halverwege het hele ding is, liggen we oké op schema. Als we halverwege deel 1 is, dan lopen we vrij achter. Nou ja, we gaan het zien. Nou, we hebben nog maar even wat lekkers te eten besteld. Lekker sushi. Allebei een rolletje. Lekker bol. We zijn verlost van de escape room. Hoe laat is het? 9:15. We hebben echt, oh, mijn touwtje gaat wild voor. We hebben echt... Uren. Deze escape room gespeeld. Maar op zich was het wel echt leuk. Ja, maar soms was het zo vermoeiend om inderdaad... iets te vinden wat gewoon heel ver gezocht was. Maar goed, we hebben weer plezier gehad. Onze tijd verdaan aan een escape room. Nee, ik vond het wel leuk. Maar er is er dus nog één van deze makers. Dit was de verloren... iets. Verloren iets. De verloren iets en ze hebben nog een verloren iets. De verloren vrijheid. De verloren vrijheid. Maar die andere weet ik niet meer. De verloren... schatkist? Liefde. Nou, ik weet het niet. Geen. Dus ja, ik ben bang dat jullie anderen ook nog gaan spelen. Maar niet nu. Dat is 9:15. Voordat waren we begonnen vanmiddag. 4:30 of zo. Ja, echt. We hebben er echt gewoon 5 uur of zo aan gezeten. We hebben natuurlijk af en toe wel even gegeten. Of even, weet ik veel, plaspauze. Maar ja. Ja, we hebben tussendoor ook pauze gehad. Het is misschien iets minder dan 5 uur. Maar het voelt wel het erg voelt lang. Het voelt echt lang. We hebben echt zieke puzzels opgelost. Nou, nu is het tijd om te chillen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En we gaan naar de sportschool. Voor het eerst weer in een week of zo. Anderhalf. Langer. Ik ben nog wel geweest. Ja, ik ben vorige week geweest. Ja, ik denk wel anderhalve week. En Dan voelt zich op zich weer goed. Alleen hij hoest nog heel veel. Dus hij gaat vandaag voorleggen aan zijn stage of hij morgen naar kantoor moet of vanuit huis moet werken. Want ja, als je zoveel hoest is het natuurlijk ook niet echt chill om iedereen daaronder te hoesten en dat je dat de hele tijd hoort. Dus ja, dat zien we. We gaan in ieder geval eventjes lekker naar de sportschool en dan ook een ijsbadje nemen. Jacuzzi en ik denk voor jou ook sauna. Dat is ook wel goed. Ja. En ik hou niet zo van sauna, dus ik denk dat ik die skip. Dus let's go. We moeten wel eerst ontbijten, want we hebben nog niet ontbeten. Dus we gaan even yoghurtje hier eten en dan richting de sportschool. Er hadden nu leuke sportbeelden kunnen komen. Als ik het niet... voor elkaar kreeg om flauw te vallen in de sportschool. Zijn inmiddels zo'n 2 uur verder. Mijn haar is ook echt een flowy nest. Maar ja, ik had 2 beenoefeningen gedaan. En toen ging ik bovenlichaam doen. En toen zag ik al, begon ik een beetje vlekken te zien. En toen wilde ik Dan een soort van seinen. En toen ja, ging dat eigenlijk al niet meer. Toen kwam hij dus naar mij toe. Toevallig. En toen zei ik dat ik me niet zo lekker voelde. En het was daar dus echt super, super warm. In het gedeelte waar ik stond. En toen zei Dan, wow, het is hier echt warm. Kom, we gaan even naar die kant, want daar is het minder warm. Dus ik, nou, daarheen strompelen. En toen ging ik daar zitten. En ja, het ging er niet zo goed. En dat zagen de trainers ook, die daar rondliepen. Dus die zeiden, ga even hier zitten. Dan zit je iets meer omhoog of zo. Maar ik wilde eigenlijk juist alleen maar naar beneden zitten. Weet ik niet dat ik hier op mijn hoofd heb. Ben ik niet op mijn hoofd gevallen? Misschien dat het ergens langs is gegaan. Nou, geen idee. Nou ja, en toen ging het eigenlijk gewoon in één keer heel slecht. En toen voelde ik dat ik flauw ging vallen. Dus ik zei ook, oké, ik denk dat ik flauw ga vallen. En toen ben ik dus flauw gevallen. Dus Dan heeft heel op mijn hoofd vastgehouden. Ik kreeg een zuurstofmasker op. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Dus ik weet niet hoe lang ik weg geweest ben, maar toen ik het eerste wat ik hoorde was dat Dan zei, Lies wordt wakker, Lies wordt wakker. En
ik kon niet wakker worden, maar ik hoorde het wel. En toen op een gegeven moment kwam ik zeg maar steeds meer bij. En toen vroeg ik ook van wat zit er op mijn hoofd. En toen had ik dus zo'n zuurstofmasker op mijn hoofd. Maar dat voelde heel raar, want dat had ik nog nooit gehad. Dus ja, iedereen hielp. Dat was echt super lief. En ze hebben dus ook ja, suiker, water en zo gegeven. En het duurde wel echt even voordat ik überhaupt mijn ogen kon openen. Want elke keer als ik dat deed, zag ik weer vlekken. Dus dan werd ik weer niet lekker. Maar ja, ik kreeg het voor elkaar om flauw te vallen in de sportschool. Het was gewoon echt super warm. Het was ook heel druk. En ja, ik denk dat ik gewoon een beetje overhit ben geraakt. En zuurstoftekort, dat zei die trainer ook. Daarom gaven ze me zuurstof. Want er was gewoon zuurstoftekort daarbinnen. Dus, en in combinatie met de hitte, was dat niet zo'n goede combi. Maar nu ga ik even eten. Want ik had eigenlijk ook natuurlijk niet genoeg gegeten om te sporten. Een bakje yoghurt. Dat zei hij ook nog, heb je ontbeten? Dus toen zeiden we, ja, niet zoveel. Dat was ook geen goed idee. Dus we hebben nu even lunch gehaald en ga even broodje eten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb gisteren helemaal niks meer gefilmd. Zoals je hebt kunnen horen was ik gisteren flauw gevallen in de sportschool. En heb ik dus ook gewoon de hele dag lekker op bed gelegen. Want ik kreeg ook best wel veel hoofdpijn. En ja, was gewoon allemaal niet zo chill. Dus ik heb gewoon lekker de hele dag op bed gelegen en Danny heeft me heel lief verzorgd. Ik voel me nu gewoon weer helemaal goed. Ik voelde me gisteren op zich ook goed, maar ja, behalve dat ik dus heel veel hoofdpijn kreeg en gewoon even rustig aan heb gedaan. Wij gaan nu lekker ergens ontbijten. Ik heb nog een paar tentjes op mijn lijstje staan die we nog nooit hebben geprobeerd. En waar ik wel nog heel graag een keertje wil eten. Dus ik gok dat we een van de bakkerijtjes nu gaan uitproberen. Als ontbijt. Dus het weer ziet er buiten niet echt heel chill uit. Gisteravond hoorde ik ook al echt super harde wind. Terwijl ik een paar dagen geleden tegen Dan zei, volgens mij kan het hier echt niet hard waaien. We hebben het nog nooit meegemaakt of zo. Maar ik zie de bomen nu al best wel heel erg heen en weer gaan. Dus ik denk dat het nu wel hard waait. Ik hoop gewoon dat het niet gaat regenen. En ik heb dit hele leuke groene pakje aangedaan. Volgens mij heb ik al een keer eerder gezegd waar deze vandaan kwam. Ik dacht Vera Moda of zo. Maar ja, volgens mij is het een beetje winderig buiten wat ik net al zei. Dus ik heb iets met een beetje lange mouw aangetrokken. En ik vind hem gewoon heel chill. Nou, we stappen letterlijk een minuut geleden naar buiten. En kijk, het regent. Top. Dat wordt dus denk ik niet naar een tentje gaan, maar gewoon lekker eten bestellen. Nou, ons ontbijt is eindelijk bezorgd. Dat duurde even. Ik heb een broodje brie en daar heb ik echt super veel zin in. En Dan heeft helemaal lekker een panini. Lekker schat. Heel smakelijk. Wij hebben net content geschoten voor een samenwerking van mij die nog in mijn vorige vlog moest. En ik heb mijn vlog geëdit, dus die staat nu in de render om te uploaden. Ondertussen ook even mascara opgedaan, want ja, voor content is dat wel ietsjes leuker dan gewoon zo'n blote billen gezicht. En nu gaan we lekker lunchie halen bij de saté stand waar we eerder deze week ook al zijn geweest. Super schattige mensen, het kost echt geen fluit. En het is lekker, dus we gaan lekker saté halen. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, want het is een beetje donker. Maar dit is dus kipsaté met zo'n sticky rice eronder. Ja. En pindasaus, lekker. Nou, ik heb eventjes gewerkt en Dan heeft eventjes aan zijn schoolopdrachten gewerkt. Oh, het is wel een beetje... Nou, daar valt mee. En nu gaan wij richting La Brisa. Want daar is als goed zijn kerstmarkt. Met muziek en eten en kraampjes en zo. Dus we gaan daar even kijken. En misschien daar avond eten en anders ergens anders. Dus daar gaan we even naartoe. Nou, we hebben weer wat gevonden hoor. Pippies, Kingdom of the Mop. Echt heel schattig. En hier zitten er nog veel meer. Heel cute. Overgedragen. Wij zijn heel snel weggegaan bij de markt, omdat het eigenlijk gewoon hetzelfde was als altijd. En nu zijn we neergestreken bij Betterman en hebben we vis en chips, een Hawaiian burger en patatjes. Helemaal lekker. We hebben een kikker op de muur. Wat doe jij? Waarom zit hij eigenlijk op de muur? Ze zitten nooit op de muur. Ik heb nog nooit een kikker op de muur. Nee, hij blijft natuurlijk gewoon zitten. Hoi. Dat is niet zo schijn. Je bent best leuk. Kijk die benen ook. Doet me echt denken aan zo'n kikkerbeel. Nou. Ja, dat vind ik echt zielig eigenlijk. Dit is ook zijn beel. Nou, adios. Nou, wat ga je doen, meid? Ik wil hem aaien. Is zo'n ding niet giftig? Je hebt giftige kikkers, weet ik veel. Echt? Ook als ik zijn huid aanraak? Weet ik veel. Ja, vast
Oeh, hij kijkt. Hoi. Zo, zat hij naar buiten. Doe niet dan. Wat? Zo, druk er van angst op, stop met recorden. Je hebt flikkert naar beneden, joh. Maat. Hij had geen grip. Ja, nu moet ik over hem heen stappen. Ja. Springt hij tegen mijn benen aan. Oh, hij is nu omgedraaid. Kom, ja. Milo. Oh, hij is Doei. Weg. Doei. Doei, Matt. Goedemiddag inmiddels al. Het is vandaag vrijdag. En Dan is weer begonnen met stage. Alleen wel vanuit huis vandaag, omdat hij nog steeds hoest. Dus ja, was even fijner. Ook voor hun als hij dat vanuit huis zou doen. Dus, en het is natuurlijk dit weekend ook kerst. Dus heel veel waren ook vrij. En ja, ze vonden het prima als hij dan maandag weer op kantoor kwam. En wij gaan nu eventjes lekker lunchen. Vanmorgen heb ik gewoon lekker yoghurt hier gegeten. En Dan had, wat had jij ook weer besteld? Monsieur Spoon. Ja. Croissantje. En ik zit haar uit mijn hoofd te trekken. Heel handig. Een croissantje en een baguette. En nu gaan we eventjes lekker lunchen bij een bakkertje. Seven Island Bakery heet het. Hebben we nog nooit gegeten, maar wel al eerder besteld. Dus dit is gewoon de eerste keer dat we daarheen gaan. En ik moet mijn bril ophalen. Die ligt al echt een week klaar. Bij, nou, niet een week. 5 dagen ligt die al klaar. Maar ik heb hem nog niet opgehaald. Omdat het niet heel erg in de buurt is. En wel even stukjes scooteren. Dus dat gaan we ook maar gelijk doen. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En ik heb gisteren alleen maar, volgens mij, in de ochtend gefilmd. En mijn lunch. Maar gewoon eventjes een beeldje. Ik had gisteren super lekker shakshuka geluncht bij Seven Island Bakery. En deze was niet pittig. Had geen koriander. Dus ik was blij. En nu zijn we opgestaan omdat we iets leuks gaan doen. Wij gaan weer eens badmintonnen. Ik was laatst natuurlijk flauw gevallen in de sportschool. Dus ik weet niet, ik vond het niet zo chill om weer naar de sportschool te gaan. En toen dachten we, badminton is hier best wel populair. En je hebt best wel veel badmintonbanen. Dus ik had gewoon wat badmintonbanen opgezocht en geappt. Ja, of je een baan kon huren en ook spullen, want die hebben we natuurlijk niet. En dat kon. Dus we gaan nu met de scooter eerst eventjes ontbijten bij Machinery. En dan naar een badmintonbaan rijden. Ongeveer een half uurtje. En hebben we een baan gehuurd voor een uurtje. Dus ik ben benieuwd of we er nog wat van bakken. Maar we gaan het zien. Lekker en een beetje. We zijn gearriveerd bij Boomy You Badmintonhal. En het is echt gewoon ergens achteraf in een steegje. En als het goed zijn er 2 badmintonbanen. Dus ik ben benieuwd. We moeten eerst de ingang vinden. Waar is de ingang? Daar. Betekent dat ingang? Pin to Masouk? Nou, kijk maar even. Lekker zijn neus aan het snuiten. Ik weet niet of je het hoort. Maar het is zo warm. En best vermoeiend. Maar wel goed voor ons. Gaat het goed? Oh, beter dan verwacht. Hey, je bent een toptalent. Je kan zo gewoon weer terug. Ja. Nou, niet echt. 55 minuten. Het is echt bijna een uur. Ik ga badminton. En ja, was lekker actief. Ik denk oprecht dat we dit vaker gaan doen. Want ik vond het best leuk. Dat is goed voor de verbranding. Ja, zeker goed voor de verbranding. En de hitte valt mee. Er is hier dus geen airco, maar ja, het valt eigenlijk heel erg mee. We zijn helemaal doordrenkt hoor, met zweet. Maar het is niet dat je denkt, ik ga flauw vallen. Dat is de sportschool. Lekker toepasselijk nu. Dus nee, ja, heel erg leuk. We hebben net eventjes gekeken bij een accommodatie voor als Carmel komt. Het zag er super leuk uit. En nu zitten we bij Lusa, bij Suka aan een lemon iced tea. En hebben we lekker een pizza besteld om te delen. De pizza. En we hebben een heerlijk appelkruimeltaartje als toetje. Inmiddels zijn we helemaal gedoucht en klaargemaakt om
uit eten te gaan. En ik heb een jurkje aan. Je kan het nu niet zo goed zien. Maar een zwart jurkje van H&M. Een lange. En ik heb even een blouseje voor op de scooter. Ik zag net dat het regende. Dus ik hoop dat het nu droog is. Maar anders zouden we door de regen moeten. Want we moeten gaan. Want we hebben een reservering. En Dan heeft ook helemaal een leuk lange mouwblouseje aan. De allereerste keer dat je hem hier aan hebt. Ja. Hij vindt het steeds te warm. Maar nu is het echt minder warm buiten. Het is vandaag ook. Dus leuk. Hij staat je leuk. Dank u, dank u. Kijk wat we onderweg tegenkomen. Oh, is wel beslagen. Allemaal puppies. Doeg, schatjes. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En het is de eerste kerstdag. Het is echt shit weer buiten. Ik heb trouwens mijn nieuwe bril op. Het ziet er een beetje raar uit misschien zo met mijn staart die er ook niet uitziet. Maar het is echt shit weer buiten. Dus we hebben ontbijt besteld. En we hebben... Waar zijn ze? Cinnamon. Cinnamon rolls besteld bij Cinnamon. Die zijn echt super lekker. Dus dat gaan we lekker ontbijten. Het is wel al ondertussen... 11:50. Dus het is niet echt meer een echt ontbijt. Maar... Ja, het was dus echt gewoon shit weer buiten, dus we wilden ook niet echt ergens heen. Dus we gaan nu even lekker cinnamon roll eten en misschien een kerstfilm kijken. Kijk! Oh, lekker! We zitten voor lunch bij Duatiga, een nieuw tentje waar we nog niet zijn geweest. En Dan heeft lekker patatjes en 1 spring rolls. En ik heb nog niks, maar ik heb mango sticky rice besteld. En mijn mango sticky rice! Nou, de vlog bestaat weer lekker uit eten vandaag. We hebben net lekker Masked Singer afgekeken. En toen eigenlijk gewoon nog eventjes gechilled. En nu is het alweer tijd om naar Seminyak te gaan rijden. Want we hebben een reservering bij de Griek in Seminyak. Nostimo heet die. Maar het weer, jongens. Oh, kijk even. Het is dus nu droog. Ik weet niet of je het echt kan zien, maar het waait dus echt heel hard. Af en toe gaan deze bomen hier echt helemaal heen en weer. En het is gewoon de hele dag bewolkt. En het wordt dus ook weer steeds donkerder. Dus we hebben echt fingers crossed dat het niet zo meteen gaat hozen. Want we moeten iets van 20 minuten rijden. En dat zou niet zo chill zijn. En dit keer ben ik beter voorbereid. Want ik heb een lange broek aangetrokken. Gisteren had ik het best wel koud op de scooter. Omdat het gewoon heel hard waaide en regende. En ook lekker een blouseje weer aangetrokken. En dan als het regent gaat de poncho hier overheen. Mijn poncho is trouwens echt een grote grap. Ik heb dat helemaal niet laten zien. Maar 1 arm was gescheurd. Dat was echt al een paar weken terug gebeurd in Ubud met de familie. En nu is de andere arm ook gescheurd. En hier bij mijn nek is hie ook gescheurd. Dus ik heb nu eigenlijk gewoon een soort van 3 losse stukken. Het ziet er echt niet uit. Maar goed, we doen het er maar even mee. We survived. Wel helemaal nat geregend en gewaaid. Maar we hebben gelukkig onze poncho's aan. Alleen mijn benen zijn de onderkant helemaal nat. Nou, zoals je kan zien is mijn hele achterkant... Zei ik nat. Maar goed, we made it. En we zitten nu heerlijk bij de Griek. Met als eerst een broodje van het huis. En daar is ons eten. We hebben 1 mixed grill en 1 gyros platter. En dan tzatziki. Helemaal lekker. Ik kom gewoon nog een toetje op. Dus ik heb baklava besteld. Dit is echt mijn fave. Wij zijn inmiddels alweer terug van ons heerlijke avondeten. En we hebben net een soort van kerst gevierd met Dan's gezin. Ik weet echt niet of ik dat had gezegd. Maar gisteravond hadden we kerst gevierd met mijn gezin. En had mijn moeder een quiz voorbereid. En we gingen cadeautjes uitpakken. En zij gingen onze cadeautjes uitpakken. En vanavond hebben we dat met Dan's gezin gedaan. En toen hebben we gewoon gezellig ook cadeautjes gedaan. En eventjes gekletst. En nu is het voor ons weer tijd om klaar te maken voor bed. Want Dan moet morgen gewoon naar stage. Ondanks dat het tweede kerstdag is. Want hier vieren ze überhaupt niet echt kerst. En tweede kerstdag is echt niet iets van hier. Als in, volgens mij is dat in Nederland en in nog een paar landen. Maar tweede kerstdag is niet echt iets wereldwijds. Dus Dan moet morgenochtend gewoon naar stage en vroeg op. Dus wij gaan ons klaarmaken. En lekker tukken. Ik had vannacht ook echt een super slechte nacht. Ik was om... We gingen echt pas om 2 uur 's nachts slapen of zo. En ik was om 6:30 wakker geworden met echt mega erge buikpijn. En ja, daar kon ik gewoon echt weer een uur niet door slapen. En toen heb ik daarna nog eventjes geslapen.
Dus ik ben ook best wel moe. Dus we gaan lekker het bed induiken. En het is zondag. Dus dat betekent het einde van deze vlog. Bedankt voor het kijken weer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doei doei!